mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan lekker terug naar huis, hoop ik. Daar is een creeper, dus die kant ga ik niet langs. Ik ben ook zo lomperd om niet... Ik zit op jou te wachten, Stefan. Ja, ik zie hier een torch branden. Oh, er zit gewoon een spinbal. Nee, ik zie hier lava branden. Dat betekent dat... Oké, ik moet de andere kant op. Er zit de zon nu boven, maar die heeft hem hier naar beneden. Ja, ik zag hier net een creeper lopen, maar de creeper is nu weg. Dus dat... Wow, ik zie hier een Chineesje lopen. De Chineesje? Ja, een villager. Wat moet die? Oh, dat is een witch. Dat is een witch. Moet je die kapot slaan? Nee, vlucht. Waarom? Ik ben lang niet sterk genoeg om tegen een witch te vechten. Ze hebben me geraakt, man. Ja, ren. Ik ben al bijna dood. Ik ben infected. Ja, probeer gewoon weg te blijven bij die witch. Ja, maar ik ga sowieso dood. Ik ben dood. Ja, dat mens had me infected. Wat had ik daarom kunnen doen dan? Volgens mij kan je van poisoners niet doodgaan, maar ik niet meer zeker. Ja, ik ben dood. Ja, omdat je te hard op de grond viel. Nee, ik kreeg gewoon helemaal dood door die hartjes waren opeens schil. Op mijn scherm stond dat ben ik gewoon weer helemaal terug. Maar je was vlak bij de ingang, toch? Iron sword. Ja. Ik kan mijn spullen weer terugvinden, toch? Als het er nog ligt. Als het nog ligt. Oh, kut! 20.000 creepers hier. Ja? Kom, maak elkaar even dood. Ik heb alleen... Ah, er ligt in ieder geval nog een iron sword. Ah, stone pickaxe. Die moet ik wel gebruiken. Ja. Kijk, ik zie hier licht branden. Wat een vervelend... Oké, hier kom ik sowieso vandaan. Zie mij de oh, een villager! Is gewoon een fucking ex! Hoe kun je naar beneden gaan dan? Ja, weet je, ik ook. Oh, kut. Ik ben nog steeds de uitgang aan het zoeken, dus. Dat ik natuurlijk weer de kant op die dood liep. Ja, wat ik ook kan doen, is gewoon direct naar boven graven, maar. Weet je, ik ben zo bang dat ik dan een lava pool tegenkom of zo. Oh, maar ik zie nog wel wat goud. Ik zeg niet dat ik greedy word. Kutspin die tegen mijn hartstikke zat te hakken. Oké, natuurlijk alleen geen vlees mee gaan eten. Als je je spullen vindt, heb je dat ook terug natuurlijk. Ik ga even terug, man. Ja, maar als je je spullen weet te vinden... Ja, maar ja, weet je, daarin weet ik niet in... Oké, weet je... Ik zeg, ik ga direct naar boven graven, maar ik heb er nu al spijt van. Doe je dat dan? Ja, spijt hebben altijd. Oh, nee, maar dat wist ik wel, maar... Oké, ik wil alle iron nu gaan negeren, maar het voelt zo goed. Ik heb even 18 worteltjes mee. Veel te veel, ik weet het. Ik zie hier licht. Oh, volgens mij ben ik nu bijna bij het begin. Want hier, ja, ik denk het wel. Oh, ik ben bij die witch. Echt? Zat die witch in de mineshaft? Ja. Ga ik die witch eerst even inbouwen? Met dat? Ja. Ingebouwd? Ja. Kan die daar verder niet weg dan? Ik hoop het niet. Zal ik naar beneden gaan? Zal ik het water in springen? Ja, is goed. Oh, dan heb ik ook gesuppeld. Ik heb dat water weggedaan. Ik heb die waterval niet gedaan. Nee, waarom? Huh? Waarom heb je het gedaan? Ik heb geen idee. Ja, ik ben er! Ja, ik zie je weer. Waar? Ja! Nee, wacht daar! Nee, niet naar beneden komen, ik kom naar boven! Nee! Wat leeft nog, joh? Laatste sukkel. Ja, ik wil mijn gear hebben. Ja, ik ga het niet voor je halen, vriend. Maar je hebt die witch, die doet haar eigen ding, toch? Ja, ik heb, ze keek me aan en toen heb ik er snel ingesloten. Blijf ze daar dan ook? Oh, dit paardje zal doodgaan van de honger. Ik heb hem wel even dood. Allemaal monstertjes, joh. Ik heb het overleefd. Oh, ik ben eruit. Het voelt zo goed. Oh, mijn erectie is nu zo groot. Serieus, ze is echt groot nu.
Oh, dat is een kut baby ding. Marcel, je hebt de deur van het huis opengelaten. Echt? Wil jij soms inbrekers in huis? Is dat wat je wil? Ja. Oh, nee, excuses dan. Ja, nou weet ik toch niet meer waar dat spulletje. Maar we hebben 8 diamonds en daar kunnen we een aantal dingen van doen. Hé, hey, ik heb inventory weer terug. Netjes. Oh, dat komt als iets op me wat ook. Ik hoor allemaal vreemde geluiden, maar ik zie niks. Ja, ik zie een zombie. Helemaal bang aan het zijn. En een baby zombie zie ik. Die is dood. Zal ik gewoon twee... Waarom zijn al mijn spullen weg? Al mijn spullen zijn weg! Waarom? Volgens mij na 5 minuten despawnt het, maar... Ik weet niet of het 5 of 15 was. Wat een maaiballerij zeg! Doet zeer. Moet je dat serieus waar nog niet vragen? Hey, ik heb een goed idee. Als jij zo gaat koken... Nee, jij ging koken. Dan ga ik gras op de kaas halen. Nee, jij ging koken. Ga je dan gras op de kaas halen? Zo makkelijk kom je er niet vanaf, jongen. Jammer, ik kan niet van koken. Ik ben een prinsesje, er moet voor me gezorgd worden. Hé, hey, wat gaan we met... Zal ik gewoon 2 diamond zwaarder maken en dan de rest zien we wel wat we ermee doen, of... Is goed, man. Oh, wacht even. Dat is zo. Zit ik in de spinnen vast. Waar is dat ding nou waar we omhoog moesten gaan? Oh ja, het is hier nog niet, hè? Heb je die fakkel weggehaald? Misschien, geen idee. Waarom doe je dat? Volgens mij niet, maar... Goed. De deur verzamelen, nog een keer niet meer. Ik wil een liedje voor je zingen. Een liedje voor me zingen? Home again! I am home again! Dat was het einde. Ja, de deur dan verzamelen, anders komt het niet boven. Prima toch, broertje. Zo, we doen nog even alle eieren aan het omsmelten. Ja? Kunnen we de volgende aflevering, eventueel, als we deze week nog een keer gaan spelen, alle iron armor maken. Ja? Dat is zeker handig. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken, want ik wil jullie wel laten zien hoe Marcel weer naar boven komt. Maar dat lijkt me compleet overbodig. Ja, totaal niet interessant. Nee, want Marcel is niet degene die filmt. Oh, wacht even. Terug. Hierin, daarin, zo, hierin, hoppa. Ja, we gaan hier nog wel een keer naar terug. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En de volgende aflevering gaan we sowieso ook een boerderij maken. Ik ga Marcel leren hoe je een boerderij maakt. Doen. Dus tot de volgende keer. Doei! Later. Peace, nigga. Oh, het N-woord mag je natuurlijk niet zeggen. Nee. Doei.